Dit is les 6 van de opstartlessen. Gezondheid. Het gesprek. Deel 1. Asha Younis komt bij de dokter. Luister goed. Waar heeft Asha pijn? Goedemorgen, mevrouw Younis. Wat kan ik voor u doen? Dag, dokter. Ik heb zo'n pijn in mijn keel. En hoe lang heeft u al pijn in uw keel? Al 2 weken. Dan wil ik graag even in uw keel kijken. Tja, uw keel is erg rood. Heeft u ook koorts? Ja, ik heb koorts. En ik ben steeds heel moe. U heeft een keelontsteking. U krijgt medicijnen van mij. U moet de medicijnen 1 week slikken. 3 keer per dag. 3 keer per dag. Dat is goed. En word ik dan weer beter? Ja hoor, dan wordt u weer beter. Kijk, hier is een recept. U gaat naar de apotheek, daar krijgt u de medicijnen. U slikt ze 3 maal daags, een hele week. Een hele week? En u moet alle pillen slikken, allemaal, tot ze op zijn. Ja. Maar als u volgende week niet beter bent, moet u even terugkomen. Dat is goed. Dank u. Dag, dokter. Dag. Beterschap. Asha loopt naar huis. Bij haar huis ziet ze de buurman. Luister goed. Ziet de buurman dat Asha ziek is? Ben je ziek? Je ziet zo wit. Ja, ik voel me niet lekker. Ik heb keelpijn en ik heb koorts. Ben je al bij de dokter geweest? Ja, ik ben vanmorgen bij de dokter geweest. Ik heb medicijnen gekregen. Oh ja. Volgende week ben ik weer beter, zei de dokter. Gelukkig. Kan ik iets voor je doen? Nee, het gaat wel hoor. Dank je wel. Nou, beterschap dan. Dank je wel. Rust maar lekker uit. Zal ik doen. Dag. Dag. Al pijn in uw keel? Al 2 weken. Dan deel 1. Asha Younis komt bij de dokter. Luister goed. Waar heeft Asha pijn? Goedemorgen, mevrouw Younis. Wat kan ik voor u doen? Dag, dokter. Ik heb zo'n pijn in mijn keel. En hoe lang heeft u al pijn in uw keel kijken? En hoe lang heeft u al pijn in uw keel? Weer beter? Ja hoor. Dan, als u volgende week niet beter bent, moet u even kijken. Hier is een dag beterschap. Ik voel me niet lekker. Ik heb keelpijn en ik heb
koorts. Ben je al bij de dokter geweest? Dank je wel. Beterschap dan. Dank je wel. De informatie. Luister goed. De huisarts. Als je problemen hebt met je gezondheid, ga je naar de huisarts. De huisarts wordt ook vaak de dokter genoemd. Iedereen in Nederland heeft een huisarts. De huisarts is een arts bij jou in de buurt die veel algemene kennis heeft over gezondheid en ziekte. Als je vragen over je gezondheid hebt, kun je bellen met de huisarts. Je krijgt dan eerst de assistente aan de telefoon. Zij stelt een paar vragen. Bijvoorbeeld, wat zijn precies de klachten? Hoe lang hebt u de klachten al? Heeft u koorts? De assistente kan een afspraak met de huisarts voor je maken. Luister goed. De huisarts is een arts bij jou in de buurt. Iedereen in Nederland heeft een huisarts. Kun je bellen met de huisarts? Als je probleem... De huisarts is een arts aan, dan kom je ophalen. Huisbezoek komen. Kan de huisarts ook bij jou ophalen?